Echt los van God. Zoveel onrechtvaardigheid, zoveel illegale praktijken, zoveel verraad. Ik was weer even over alles wat ik weg heb gedaan. Echt gewoon van de tankkast tot ja, kasten, meubels, stoelen, kleding, foto's. Eigenlijk gewoon ook alles wat ik van iemand ooit gekregen heb. Het hele huis heb ik geleegd. En daarna ook gewoon dingen die ik niet nodig heb, ook weggedaan. Ook een tocht in huis, dat ik dacht, whatever, ik doe al die planten, die doe ik ook weg. Ik heb toch gewoon ook een tuin. En daar staan genoeg planten. Dus ik heb planten ook weggedaan. Maar de mensen die ik weg heb gedaan, dat is niet ik. Ik heb mensen die het weggedaan. Ik heb er uiteindelijk wel voor gekozen. Hun hebben mij weggedaan. Hun zijn niet eerlijk. Hun zijn gewoon met hun ongerechtigheid. Gewoon de waarheid aan het onderdrukken. Kunnen geen luisterend oor hebben. Vonden het allemaal prima. En copycat, de spelletjes op internet, sommigen wouden zelfs doen alsof dingen daar naar mij lagen. Ik heb ook gewoon toen een nieuw telefoonnummer genomen. Nou, die gaf ik alleen aan die buren hier naast me. Aan Sandra en aan Steven. En op het moment dat ik zei, ik wil echt niks meer met Van Diepers Wilkies te maken hebben. Toen in één keer jongste zusje. Tenminste, ik kreeg een berichtje of ik met kerst daar kwam eten. Dat ik terugstuurde. Wie ben jij? Wat zei het? Dus een van die drie die heeft gewoon mijn nieuwe nummer toen aan haar gegeven. Ja, wat gewoon weer expres was ook. Hè? Dat ik zeg ik wil niks mee te maken hebben. En dan kijken of zij nog wel, ja, bij wijze van spreken, binnen met mij in mijn energie... En weer een nieuw telefoonnummer genomen. Dus nu... politie in Tomares. Een bouwbedrijf. Albert Heijn. Voor de rest heeft niemand die heeft mijn nummer. Ik zeg gewoon... Het is ook een verwaarlozing. En het is niet zozeer een hekserij... Waardoor ik het weg heb... Het is niet zozeer dat hun hebben gehekst van... Doe al je planten weg. Nee, dat zijn uiteindelijk wel dingen die ik zelf heb gekozen. Maar zo met het alles wegdoen. Ja, ook door de verwaarlozingen, noem maar op. Ja, dat ik echt gewoon zie hoe fake alles was. Dat ik ook gewoon echt... Alle foto's. Er is echt geen enkele foto. Hele fotoalbums. Gewoon alles weggedaan. Alles waar... Het is echt alleen deze stoel die ik nog heb. Maar zo is het ook gewoon met de mensen. Zoveel. Die donders goed weten wat er afspeelt. Het allemaal wel prima vinden. Dat ik ging praten over dat het net leek... wat is dit dan? Pedofilie, incest? Ja, of een bastard. En alles... Iedereen waar ik mee gesproken heb... Alles staat op voice recorder. Die had ik op mijn nek, op mijn kettingen. Echt wel gezien. Ja, familie, echt verraad. Buren, het is met sommigen dat ik denk, ze moeten wel geld gekregen hebben om deze spelletjes mee te spelen. Want anders is het echt gewoon een... Zo'n grote haat en een afgunst. Dan is het echt die demonische energie die bij hun gekomen zijn. Terwijl voor de buren wat dat betreft was ik wel goed. Toch van drie mensen als ze op vakantie gingen. Dan gaf ik de kat te eten en zo. Als niemand ze naar het ziekenhuispost de dokter kon brengen. Dan deed ik dat. En zelfs met al die lasten,
waar ik erheen ging, die Bromtown, echt zwaar 2016 tot 2019. Dus ik zie ook echt gewoon die Wrath of God, hè, de toorn van God. Het is echt hun eigen intenties. Uiteindelijk geeft God ze ook gewoon op. Die geeft ze gewoon over aan de duivel. En de mensen die komen gewoon hun soort mensen daardoor tegen. Zo is het ook echt. Dat internet is echt op één hoop gekomen. Ja, mensen die willen dingen bij wijze van spreken niet inzien. Maar het is niet eens een bevel of zo vanaf mij. Maar ik weet wel, het is verdiend, rechtvaardig. Die mensen horen niet in mijn leven te zijn. Nou, waar ze mee bezig zijn, vooral de waarheid onderdrukken. Zogenaamd niet zien wat er speelt. En dan ook nog met gaslighting en met mijn eet en karaktermoord en roddelen, liegen, negativiteit verspreiden. Hoeveel mensen er dus gewoon nog meer bij betrokken hebben. Allemaal dat de copycat en dat internet. Nou, er zit een klein groepje, of één in ieder geval. Die wil gewoon mijn destiny hebben. En de rest die is daarin meegezogen. En zogenaamd wel aan het doen alsof ze eerlijke goede mensen zijn. 5D, hoger bewustzijn. Of weet ik veel, ze zijn met Pleiadians en alles bezig. Tot hun die wel gewoon God het woord in hun mond neemt, man. Zogenaamd zijn ze ermee bezig. Ik zie ook gewoon dat ik in ieder geval van al dat fake wat om me heen zat, echt bevrijd ben. En wat dat betreft ben ik wel trouw en zelfs mensen genoeg kansen gegeven om vergeving te zoeken. Het bijna een verlossing. Mensen konden hun ziel konden ze terugkrijgen. Maar ze hebben alles afgewezen. En daarmee is het gewoon dat ze afgesloten zijn van mij. Er is geen verbinding. Ja, ze hebben gewoon wat dat betreft hunzelf veroordeeld. Clio, je zit op mijn arm. Ga eens omhoog. Ja, ga weg, joh. Ze hebben in één keer nieuwe plekjes waar ze moet liggen. Dat is in ieder geval... De hekserij die lijkt er al een beetje af te zijn. Er zit wel weer een kale plekje op de rug. En weer haar trekken en bijten. En nieuw bandje om de nek. Dus komt allemaal wel weer goed. Maar met een heleboel mensen komt echt niet goed. Ik heb het echt afgesloten. Er zijn een heleboel die hoeven hier echt niet aan de deur mee te komen. En als iets van mij is wat hun vasthouden, moeten ze het gewoon bij mij inleveren. Ja, gooi maar door de brievenbus. Ja, op dit adres en zorg dat het op de grond valt. Ja, dat het niet uit de brievenbus... Ik heb een camera op de deur gericht. Dus ja, we zien het wel, wie er niet probeert te stelen. En dan is er meteen bewijzen. En dat soort dingen gaan natuurlijk wel aangiftes gedaan worden. Maar ik zie echt... Het is niet alleen een heleboel mensen op internet die doen alsof ze tegen iets zijn, voor iets zijn. Waar allemaal de andere kant op kijken en het wel prima vinden. Het is echt een corruptie. Want met die 6 agenten, wijkagentje, nog eigenlijk 7 dus. Zogenaamde zorgen van een GGD. Maar nee, de mensen die mij lastigvallen, wetten overtreden, die moeten niet opgepakt worden waardoor er een bevrijding is. Ze maken alleen zorgen om mij. En ondertussen... En met alles wat er op internet afspeelt. Of ik nou een NCTV, weet ik veel wat. Ze zien gewoon wat er allemaal afspeelt. Maar het is echt een smerige doofpot vanaf dat internet en die smerigheid. En het is echt gewoon familiegeheim. Ik zie het niet eens als mijn familie. Kan niet.
Kan gewoon niet. Kan niet. En anders is dat gewoon klaar. Gaia Universum is wat dat betreft gewoon mijn moeder. Hè? De ruimte waar ik mee in begrijp. En God, hè, de energieën die daar doorheen gaan, hè, is dan gewoon mijn vader. Dat mijn heritage heb ik ook al heel lang heb ik gewoon weggegooid. Ik hoef het niet eens te weten. Dat iedereen die kan een naam verzinnen, een leeftijd verzinnen, geboortedatum. Het land of de stad waar ze in zitten. Dus het is gewoon allemaal niet te vertrouwen. Ik had mezelf ook niet in Wilkieke hoeven noemen, een andere naam kunnen verzinnen. En dan hadden mensen daar al. Clio, je zit toch weer op mijn arm? Ja, ga eens gewoon omhoog dan. Maar ik ben dus niet alleen over even gegaan waar ik dan allemaal afstand van heb genomen. Qua spullen. Maar ik heb ook gewoon gezien die allemaal afstand van mij hebben genomen. Toch wel, nog 4 maanden en het is echt gewoon 4 jaar, deze smerigheid die dan bezig is. En dat ik praat over destiny stelen, noem maar op. Heel snel duidelijk werd het gaat ook gewoon over erfenis stelen. Dit gaat dieper. Ze zijn aan het verstoppen wie mijn ouders zijn. Nog niet weten waar mijn roots liggen. Anderen die gewoon dat van mij willen hebben. Het is niet zozeer alleen nou, dat wat tot mij komt, dat dat zogenaamd ook tot hun komt ofzo. Terwijl het is, ik zeg het eerder, als ik over A en B praat, gaan hun al heel snel over C en D praten. Maar het is al lang al duidelijk, ze hebben de A en B nooit begrepen. Want zijn ze ook nog eens heel erg extern bezig, met artificial intelligence bezig. En als hun het niet kunnen herkauwen, dan zoeken ze wel een andere YouTuber die over hetzelfde praat. Nou, zo ging dat met de alchemie, ging dat ook. Maar is daardoor bij hun een alchemie-achtig iets aan het plaatsvinden? Nee, want het ziet alleen hier in het fysieke, je zal ook in het spirituele, het astrale, anders gebeurt er niks. Nou, dat gelukkig de mensen waar ze dan alles voor kopiëren, die zeggen dat ook. Dus niet dat ik het alleen zeg. Maar hun zijn echt alleen maar aan het kopiëren. En gewoon alles voor me aan het verpesten, alles naar hun aan het toezuigen, tot zielsconnecties aan toe. En ze denken dan ook families te slopen, maar die families hadden alles al kapot gemaakt, want het is nep, het is fake. Zijn dieven, moordenaars. Ja, de buren die wouden ze ook graag hebben. Het zeggen ze konden mij niet voor de gek houden, mij niet betoveren. Dus zijn ze aan het heksen op alles omheen en het hangt in lage vibraties. En zeker de buren die hiermee te maken hebben gehad, het hangt echt in lage vibraties. Het is echt een negativiteit wat sowieso al bij hun is. Ja, die houden van roddelen. Die voelen zich beter als een ander. En gaan dan ondertussen doen alsof iemand anders zich beter voelt. Hey Woody Woodpecker, weer in de tuin. Maar ja, het is wat het is. Sommigen moet je echt uitkijken wie er tegen jou aankomen. Wrijven, vrijen. En zoals een kat dat doet. Want het is gewoon jouw energieën stelen. Hun slechte energieën aan jou afgeven. Waar ik echt duidelijk. De smerigheid
De Defender Borderaars. En degene die daar omheen hangen. Dan is er iets niet pluis bij die mensen ook. Net als de podcast waar ze samen mee werken. Dan is er bij hun is er ook iets niet pluis. Zijn in ieder geval niet wakker. Zijn niet zelf onderzoek aan het doen. En die podcast die dan zogenaamd ook met God is. Maar ze kijken wel ook video's van je zusje kijkt mee. Ja, het is echt een smerig soortje. God bless van die is gewoon waar dat kanaal mee bezig is. Die gebruiken de Bijbel om achter te schuilen, om even goed alle waanzin. Het is één groot web. Nou, het internet, de web. Dus er zijn echt gewoon leugens aan het weven daarom. Alles is een leugen. Maar net als dat je gewoon kan zien qua wat bij lijfs aan het reageren is of onder video's. Kijk naar Poppenkast. Het is nog steeds dezelfde groep die daar omheen hangt. Allemaal mensen die meer weten van de smerigheid. Want ze vonden het heel erg leuk. Ja, nog steeds één negatief zooitje. Het is niet groter aan het worden hoor. Er is niet meer aan het bijkomen. Het is alleen maar aan het aankaarten. Weer alles is op één hoop terecht aan het komen. Het symbolische, het verraadt het allemaal. Niet zomaar alleen letterlijk, figuurlijk. Het is gewoon één grote dierentuin. En die willen dan spelen met het dier uit de jungle. Het is echt een dirigent. Die alles orchestreert. En het zou voor alles en iedereen steeds zichtbaarder moeten zijn. Maar politie. Oogkleppen. Zien het zogenaamd niet. Wat gewoon bij die smerigheid hoort. Daders worden beschermd in Nederland. En niet degene van wie gestolen wordt. Daar waar de pogingen tot moord opkomen. De grootste radicalisering is mensen weg van het geloof halen. En als je te veel naar het geloof toe gaat, gooi ze het op extremisten. Maar de strategieën waar ze mee komen, is echt doorzichtig. Om het ook dat weer te kopiëren. En wat hun dan zien is doorzichtig. Maar ze zijn gewoon op zoek naar schatten. Vooral die van een ander. Net als dat ze op zoek zijn naar een slachtoffer van een familie, om die families dan uit te kunnen buiten. Maar ze zijn niet aan het stelen van mijn familie, ze zijn aan het stelen van mij. Als ze de familie van mij gestolen hebben en ze dat wat van mij gestolen is van hun aan het stelen zijn, betekent het eigenlijk gewoon alleen maar dat wat van mij gestolen was, wordt nou nog een keertje van me gestolen. En daarom kan familie niks toegeven, niet spreken, niet voor me opkopen. Want dat wat van hun gestolen wordt, is een soort van blackmail ook. Hadden ze van mij gestolen. Ja, er gebeurt zoveel in het donker, zoveel achter schermen. Maar het is te mysterieus voor ze.
Hetzelfde voor hun die zogenaamd met magie bezig zijn. Vanuit boeken. Die snappen niks van de magie waar ze tegen vechten. Het is heel simpel. Ze vechten tegen God. Ik kan er wel meer van maken. Het proberen te begrijpen. Maar het zou iedereen een petje te boven moeten gaan. En dan ook nog die hele illusie eroverheen. Een grote Maya eroverheen. Niemand die sowieso in God of magie gelooft. En mensen geloven niet in demonen. Mensen geloven niet in hekserij. Komen er nog technologieën, psychologisch gerommel, komt er nog bovenop. Mentaal gevak. Iedereen gewoon blind aan het maken. Een heleboel die willen doen alsof ze doof zijn. Is weer hekserij wat bezig is. En gewoon, sommige mensen zijn gewoon door en door verrot. En het gaat echt om een heleboel mensen. Dat als die allemaal hun gevangenisstraf zouden moeten krijgen, dat ze gewoon een gevangenis bij kunnen bouwen. De straf die komt vanaf het spirituele, of vanaf de hemel. Dus ze hoeven geen gevangenissen bij te bouwen. En ze slopen hunzelf wel. En gaan na een tijdje de karma die ze oplopen, gaan ze niet meer bij een ander kunnen neerleggen. Veel denken dat ze iets bij een ander hebben neergelegd, zit gewoon hun eigen schaduw. Zolang daar geen licht op komt, zien ze het niet. Maar het licht gaat erop. Ik weet in ieder geval bij mijn spirit team, die verandert niet. Het is nog steeds de vier serfijnen om me heen. Maar net als dat mensen niet wilden helpen, niet wilden horen, wilden een heleboel mensen ook gewoon niet weten wie ik was, wat ik was, waar ik voor sta. Mensen waren niet aan het luisteren om iets te kunnen begrijpen, maar alleen maar om te weten vanaf waar ze weer spelletjes moeten spelen, met liegen, met verdraaien bezig. Dus net als ik de spullen die ik weg heb gedaan niet aan het missen ben, ben ik ook echt het verraad om me heen, ben ik niet aan het missen. Die horen gewoon echt allemaal een straf te krijgen. En wanneer de katten er niet meer zijn, doe ik het gewoon zelf. Ik heb nou wel kunnen aantonen hoe verrot het is. Geen rechtsstaat. Ja, met al die corruptie die overal is. Dus de wet van God die staat gewoon boven het wetsysteem nu ook. Mensen hebben nou al een kans gehad. Mensen willen niet vergeven worden. Dus dat is ook gewoon klaar en afgesloten. Heel veel mensen zouden dingen al vreemd gevonden moeten hebben. Het is niet dat er bij mij iets gaat ontploffen. Als ik de straf ga uitdelen, is dat ook niet omdat ik zwart voor mijn ogen ben. Of in een of andere psychose. Echt te maken met vampieren en met bloedzuigers. Echt niet zomaar spioneren. Ze willen echt weten waar je over droomt, waar je over denkt. Bijna gevoelens lezen zoals sommige mensen aura's kunnen lezen. En zo heb je camera's die foto's kunnen maken van aura's. Dus daarmee kunnen ze ook gewoon lezen in wat voor staat iemand is. Hoe iemand zich voelt.
In ieder geval of iemand verdrietig of heel erg blij is, dat zien ze allemaal. Technologie is zoveel verder dan dat mensen kunnen inbeelden. Er zijn abilities die mensen beschikken, waar toch niemand in gelooft. Dus ik ben nog steeds dingen bij mezelf aan het ontdekken. Daarbij komt gewoon steeds meer voor mij ook aan het licht met hoe en alles om me heen beweegt. Wat er in mensen aan het huizen is. En ik heb al heel lang, dit duurt sowieso tot 2026. Dus ik heb geen haast. Ik zie gewoon dat het rolt hoe het moet gaan. Ze gaan met de flow mee. En een heleboel is het gewoon niet waard. Zie ik echt, een heleboel is het echt niet waard. Al die mensen die zogenaamd ergens tegen zijn, voor iets staan. Maar uiteindelijk eigenlijk wel alles toestaan, wat er dan zo bij mij allemaal aan het gebeuren is. Ik weet in ieder geval wie mijn vijanden zijn. Wie niet mijn vrienden zijn. En waar geen liefde aan zit. Echt vol met haat. Echt mensen zijn demonisch bezeten. Van de Incubus tot de Jezebel Spirit. Sommige mensen zijn echt als Judas. Maar hey, Judas die kwam nog tot de realisatie. Je hebt uiteindelijk zichzelf aan een boom opgehangen. Deze mensen hebben geen schuldgevoelens, geen schaamtes, niks hoor. Ja, als het aan het licht zou komen, dan voelen ze dat. En sommigen die zullen door blijven gaan, het is echt niet te stoppen. Of hun zijn niet te stoppen, ze maken het steeds bonter, steeds zuurder. Dus de awareness die groeit. Ze betalen wel nog meer mensen af met geld wat ze al gestolen hebben of potjes van justitie of van de kerk. Hebben de schijt aan dat ze nog meer mensen aan het vervloeken zijn. En al die mensen karma aan het oplopen zijn. Allemaal hun hemelticket aan het weggooien, zonder ziel aan het leven. En nu huist er nog een of andere demonische kracht in. Als die weggaat, is het echt empty shells die rondlopen hier dan. Het is echt scenario's poesen. En weer al dat toneel. Het is echt zo'n Big Brother. Het was gewoon één grote test. Aanstichters en de mensen die hierop bij betrokken worden, die zien niet dat hun de slachtoffers zijn. En die denken dat ze daders zijn en dat ik een slachtoffer ben. Ik heb de bescherming wel. Ik hoef verraad in ieder geval niet te missen. Misbruik en verwaarlozing. Waarom, hoe heet dat? Als je als slachtoffer verliefd op je dader wordt. Nou, dat is bij mij niet aan het gebeuren hoor. Het is alleen maar meer afstoot wat ik er tegen krijg. En uiteindelijk gaat alles gaat in stapjes, in fases. Dat is niet alleen het nieuwe levels, nieuw devils. Maar het is ook gewoon van de ene initiation naar de andere. Steeds meer bij het verlichting aan het komen. Steeds meer aan het spiritualiseren. Dus het is gewoon een groei en uiteindelijk gaat het wel bloeien. En hun kant, het is gecalculeerd, maar hun rekenmachine die is stuk.
En als ze zich laten leiden door artificial intelligence, dan hangen ze zwaar in de matrix. En verwacht het onverwachte. En die dingen dan verwachten, ja, die staan voor een verrassing. Rechte demonen, negative aliens. Als mensen maar voor alles openstaan, terwijl ze helemaal niks geloven. Alles mag geloven. Gevolgen en oorzaken. Nergens over nadenken. Ah, weer, ze geloven gewoon nergens in, dus ze hebben ook geen hoop. Zo blij met het masker waar ze mee lopen, zo bang het masker te verliezen. Wat gaan eten, energie erin gooien. De droomreis vannacht weer echt niet normaal. Zoveel mensen die echt vanaf hun schaduw aan het werk zijn. Die schaduw is niet oplossen met licht. Zie echt hoeveel mensen met iemand anders te vergelijken zijn. Sommigen zijn echt zoals hun ouders. Ze zijn gewoon opgevoed naar dit. Mensen die echt denken dat het leven één grote game, één groot spelletje is. Scheid hebben aan andere mensen hun levens. En denken dan nog slim te zijn ook. Alleen al vanaf hun hart kijkend. Het is gewoon domme dingen waar ze mee bezig zijn. Duister waar ze mee bezig zijn. Ja.